Hallo. Elroy Geerdink. Geerdink. Zoek ik. Daar ben ik. Ik kom uit Nederland. Ik ben Robert. Elroy. Hallo, dag. Goed. Mag ik heel even binnenkomen? Ja, want ik hoor dat je hier woonde. Ik overval jullie misschien een beetje. Een beetje? Dag, ja. Hi. Kenny. Robert. Hi. Marielle, Julian. Je vraagt natuurlijk af waarom ik hier zo binnenval en dat ik weet waar jij woont. Wij komen uit Nederland en wij bezoeken mensen in vreemde landen. Okay. En je woont hier al een tijdje, in Costa Rica. 12 jaar. Ja? Hoe lang? 12 jaar bijna. Oh ja. En waarom ben je hier dan naartoe gegaan eigenlijk? Ik kwam voor vakantie. Ja. Beviel goed. Ja. En ik heb mijn ouders gebeld dat ik hier bleef. Toen heb je hier een leven opgebouwd. En jouw zus Daphne, want die schreef ons over jou. Ja. Die schreef dat jij heel lang heel gelukkig bent geweest. Ja. Dat het toen allemaal een beetje anders is gelopen dan je had gehoopt. Dat klopt. Ik heb in een dieptepunt gezeten van mijn leven, ja. Klopt. Het was een hele nare afsluiting van een goede tijd. Ja. En ja, ik ben sindsdien heb ik een nieuw leven gevonden. Een nieuwe familie, ja. Nieuwe liefde. Nou ja, Jenny. En een vrouw met kinderen dus, die jij dan helemaal accepteert meteen. Ja, klopt. Wat bijzonder. Ja. Dus je bent heel gelukkig nu. Ik ben nu hartstikke gelukkig, ja. En jouw familie? Je hebt je ouders dus in Nederland. En Daphne, je zus? Ja, ik heb een zus. Ja. 2 jaar ouder als ik. Dus die mis ik hartstikke veel. Daphne die schreef ons dat zij jou ook verschrikkelijk mist. Mm-hmm. En haar kinderen ook. Ja. Terwijl je die toch niet zo goed kent. Nee, en toch heb ik een hele goede band met hen. Ja. Thomas en Sharon. Ja. Ja. Daphne die... Die had een hele bijzondere vraag aan ons. Of het mogelijk was dat zij jou een keer kon zien, hè? Nou zijn wij een programma die families bij elkaar brengt. Over de hele wereld uit. Mm-hmm. En daarom ga ik jou nu vertellen... dat Daphne en Thomas en Sharon en jouw vader en moeder... hier op de hoek staan te wachten. Nee. Echt? Echt. Mag ik kijken? Zeker. Yeah.